Hallo en leuk dat je kijkt naar week 32 alweer van mijn zwangerschap. Deze week staat op de planning dat we lekker in de babykamer aan de slag gaan. Er gaat behangen worden, er gaat gevoegd worden. En als het een beetje mee zit, gaat de lockdown iets minder hard worden. Waardoor ik ook weer wat kan shoppen voor de babykamer. We moeten nog een paar dingetjes aanschaffen. We hebben een zieke shopping spree van 7 dagen. Ja, dat is als de lockdown. Ja, als de lockdown erop is, ja, 100%. Ja. Elke dag even. Ja, even snel naar de winkel. Even halen. Ja, laten we beginnen. Dag. Ik ben natuurlijk nog steeds heel erg hard aan het werken voordat mijn verlof begint. En vandaag staat er iets leuks op de planning. Ik ga namelijk naar Almere, naar de studio van 999 Games. Of ja, hoe noem je dat? Het pad. 999 Games. Ja, die, precies. Ja. Ik heb namelijk een leuke samenwerking met hun. Ze hebben namelijk Anno 1800 uitgebracht. Het bordspel van Anno 1800. En daar ga ik dus... Dan krijg ik daar een rondleiding en een demo van de game. Ik heb de game al gespeeld met mijn broer in de kerstvakantie. Dus we gaan eens even kijken of hoe het daaruit ziet. Er zijn natuurlijk superveel games van die gameontwikkelaar. Dus ik heb er heel veel zin in en het wordt wel een leuke speciale stream. Dus dat staat vandaag op de planning. Oefenpotje proberen, gewoon tegen de computer. Oh. Met de eerste versie van Clever. Dan kun je eigenlijk direct zien wat het ongeveer doet. Oh ja, en of je het wat vindt. Ja, ik hoor daar heel veel mensen. Ik zie het ook veel voorbij komen op social media dat mensen dit spelen. Ja. Ja, heel populair of nu. Deze. Ja, leuk. Oh ja, Paleo. Dat schijnt ook een coöperatief spel te zijn, zeiden ze net in Paleo de chat. Paleo is ook een hele goeie. We hebben er ook een prijs voor gewonnen vorig jaar. Paleo ben je en samen met je medespelers vorm je een stam met mensen in de oertijd. En dan moet je eigenlijk overleven in de prehistorie. En wat er tof van is, je weet eigenlijk niet echt wat je tegenkomt. Je hebt een stapel kaarten waar je doorheen gaat. Waardoor je echt letterlijk leert te overleven in de plek. Bijvoorbeeld, je krijgt te maken met een sneeuwstorm. En in eerste instantie is totaal niet duidelijk hoe je de sneeuwstorm moet overleven. En ik heb al meerdere keren spelregelvragen gekregen van, joh... Hebberig van hier zijn. Ik heb ineens dat ik denk, oh ja, dat spel wil ik spelen en dat spel. Nou, dan hebben we alles gehad. Dan gaan we eens even bij Anno kijken, denk ik. Ja, ik heb klaargezet. Even kijken, waar had je zelf bedacht waar ik zat? Wat is handiger voor de camera? Ik denk dat het handigst is om zo te zitten en dat ik dan daar ga zitten. Yes. Dan heb je ook leuk die games op de achtergrond. Zo, deze zwangere buik is weer terug van 999 Games. Dat was in Almere. Ik moet zeggen, die lange ritjes, het was helemaal niet zo lang hoor. Het was een uur heen en een uur terug. En ik vond het eigenlijk op zich een kort ritje best dichtbij. Maar ik merk dat mijn rug en mijn buik het niet zo leuk vinden om lang in de auto te zitten. Mijn auto zit ook niet zo lekker, moet ik eerlijk zeggen. Voor de lange afstand. Ik krijg een beetje last van mijn onderrug en zo. Maar het was wel echt super, 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 super leuk. Ik heb zelf een spelletje ook meegekregen nog. 20 Seconds Showdown. Is een snel spel met allemaal uitdagingen. En het schijnt heel grappig te zijn. Dus die had ze me meegegeven, heel lief. En ik ga ook twee keer het bordspel van Anno 1800 vanavond op stream weggeven. Dus vandaag is een leuke werkdag, moet ik zeggen. En ik denk dat dit... een van de laatste activatiedingen is voor mijn verlof. Ik denk dat ik nog één dingetje heb. En dan is het gewoon eventjes heel rustig met mijn werkdingen. Dus dat is ook wel jammer eigenlijk. Ik vind mijn werk heel leuk. Dus ach ja, eten en dan gaan we weer door met streamen. Dit weekend gaat er een hoop gebeuren. Morgen komen ze hier behangen. Mijn schoonzus en haar moeder. En... vandaag wordt dit gevoegd. Dus dan is deze kant helemaal klaar. Dus ik dacht, ik maak nog even een overview hoe het er nu uitziet. Want straks is het helemaal anders. Hoe moet ik kijken? Oh. Hallo.
Hallo. Ik dacht, wel hoor ik jou? Ik denk, is dat een telefoon, maar dat is jouw camera, ja. Pliep. Ja. Ik dacht, misschien is dat zijn Siri. Ah, ja. Ga eventjes op stream het kamerpakket uitpakken. Die heb ik dus, ik ben verzekerd bij Memphis. En dan kun je dus een kraampakket aanvragen. Die heb je nodig voor de bevalling. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Nee, ik heb geen warzone. Hey, wat is dit? We hebben als eerste uw kraampakket. Alsjeblieft, uw kraampakket. De inhoud van het kraampakket is met zorg samengesteld in overleg met kraambureaus en verloskundigen. En dan is hier nog de geboorte moet je doorgeven. En gefeliciteerd met de zwangerschap. Oké, wat zit erin? Dit is een navelklem. Dat is voor als je de navelstreng afknipt. Oh, dat is wel naar. Oh, er zitten er twee in. Mocht je er eentje kwijtraken, I guess. Liar tape. Oh, een rompertje. En er staat op, mensje, wat ben je mooi. Schattig. Heel schattig. Een kraampakket, wat is dit? Ik weet niet wat dit is. Een gaasje of zo? Steriel wondcompres. Twee pakjes. Oh god. Oh god. Nu komt het. Dan. Kraam nachtverband met hechtstrip. Oké. Okay. Onderleggers. Ah ja, dat is voor in bed, denk ik. Dit is een matrasbeschermer. Gedurende weken voor en tijdens de bevalling ook geschikt bij lichte incontinentie. Fijn. Wat is dit? Ook een soort matrasbeschermer, denk ik. Ik weet niet. Deze zijn steriel wondcompressors. Gewoon vier. Maar wat dit is, weet ik niet. Wat is dit? Oh, nog meer verband. Dit zijn verband watten. Vloeibare hygiënische handzeep. Nou ja, zeep altijd goed natuurlijk. Een hygiënische handgel. En dan het laatste. Oh nee, had ik dit al? Inlegverband. Hier word ik toch niet echt heel vrolijk van. Alcohol ketonasus. Dus alcohol. Nou, echt super leuk pakket. Ja, je hebt het allemaal nodig, blijkbaar. Maar, heel vrolijk word ik er niet van. Het lijkt wel alsof ik, kapot ga. Die alcohol lijkt me leuks. Nou, inderdaad, ja. Ik heb wel eens wat leukere pakketjes binnengekregen, kan ik vertellen. Voor het schoonmaken van de thermostaat voor de kleine of voor jou. Oh ja. Oh, dat is wel goeie. Ja, dat wist ik niet dat het daarvoor was. Oké. Dit is het eindresultaat van het voegen vandaag. Het is nog niet helemaal klaar. We zijn voor anthracite voegmiddel gegaan. Geeft toch een iets donkerdere look. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar wel grappig. Hier komt dus morgen het behang. En ik heb dit eventjes opgeruimd. Dus het ziet er een stuk beter uit. Ondertussen een serietje aan het kijken. Bedje moet ik nog even aan de kant schuiven voor het behangen. Maar toch even een sneak peek van de commode. Want ik heb alle kleertjes dus gewassen, opgevouwen, gesorteerd. En even een sneak peek. Eén laadje laat ik zien. Er komt nog een hele video over. Mooi hè? Heel leuk. Ik ga hier dus een video over maken binnenkort. Maar goed, eerst gaan we naar bed. Ja, de baan. Ik
inmiddels het derde flesje van deze. En ik heb hem dit keer in het Duits besteld, want daar was hij voordeliger. Gewoon via Zalando. Maar goed, het derde flesje gaat eraan geloven. Ik ben echt uitschot van de maatschappij. De eerste dag dat we mogen, ga ik ook weer shoppen. De lockdown is milder geworden. We hoeven niet... We mogen weer shoppen en sporten binnen en zo. En ja, ik keek al heel lang uit naar shoppen voor de baby. Dus ik moet gewoon nog echt wel... Ik heb een lijstje gemaakt. Ik moet best nog wel wat van hebben. Dus ja, we gaan op pad. Het is nu 3:10. Ik heb tot 5:00, dus korte shop sessie. Maar dat boeit mij echt helemaal niks. Oh, hier moet ik even opletten. Want dit stoplicht is het niet. Nou, helemaal geen verkeer, dat is makkelijk. Dus ja, we gaan lekker shoppen. Ik heb er zin in. Zo, ik heb niet in de Primark shop gefilmd. Want ik was zo druk aan het shoppen. Ik ben echt helemaal losgegaan. Ik heb zoveel gehaald. Dat ik zelfs een shoplog kan maken hiervan. En ik dacht, dat is wel leuk. Misschien een soort baby Primark shoplog. Dus die kun je binnenkort wel verwachten op mijn kanaal. Waarschijnlijk als mijn verlof is, ga ik nu allemaal dingen opnemen. En dan kan ik wat meer plaatsen op YouTube. Zodat het een beetje compenseert ten opzichte van mijn streams. Dus daar ben ik met druk mee geweest. Met het shoppen en oh, de Primark. Ik ben zo blij dat die open was, joh. Echt al die baby dingen die ik nog moest hebben. Nou, ik heb best wel veel kunnen kopen. Daar sta ik eigenlijk van te kijken. Dus dat heb ik nu gedaan. En daarna heb ik een gigantische chai latte gedronken voor onderweg. Die was toch al, voordat ik Utrecht uit was, had ik hem al op. Dus dat is ook wel netjes. Nee, echt, ik vond het heerlijk. Ik zit helemaal weer helemaal vrolijk en blij. Ik heb wel heel warm. En dan denk ik, oh, is dat erg? Zou het erg zijn? Nee, het is geen koorts. Het is gewoon de zwangerschapsglow, hoop ik. Ondertussen gaan de mannen, het is zaterdag, dus... mannen gaan samen zitten, dus wij als vrouwen zeiden ook van zullen wij ook dat samen doen. Nu hebben we veel zwanger en net bevallen drukke dames in onze vriendengroep, dus we gaan lekker samen eten en dan om een uur of 8 allemaal richting huis. Dus het is niet heel spannend wat we gaan doen, maar wel leuk. Dus ik ga even samen eten met de meiden en dan ga ik vanavond denk ik nog een beetje aanrommelen in de babykamer. Maar dit is hem. Hoe leuk! Met die heel zacht aan de binnenkant ook. En het is dus ook regenafwerend. Hoe schat! Ik vond dit zo leuk. En het is ook niet zo dik, want... Oh, helemaal het eindresultaat vergeten te filmen. Het is nu donker, zoals je ziet. Maar ik kan wel even het behang laten zien, want ik ben er zo trots op. Hoe mooi het is geworden. Oh, je kunt het op de... camera eigenlijk niet zien. Ik zou het eigenlijk op mijn andere camera even met mijn telefoon moeten filmen, dat je de hele hoek ziet. Kijk, dat bedje moet nog hierheen, want er moet nog een klein stukje gevoegd worden daar. Maar dus het bedje heb ik nou even daar neergezet, zodat ze kunnen voegen. Maar bang, het is zo mooi. Het is uiteraard Hogwarts, maar het gaat ook wel, hè, als je niet van Harry Potter houdt, kan het ook nog wel... ja, sprookjesbehang zijn. We hebben hier allemaal details erin gevoegd. Uiltjes, Hedwig, de auto, die kennen we allemaal. De Whomping Willow, een draak. Nou ja, Hogwarts en de trein er naartoe. En hier vliegen allemaal heksjes rond op bezemstelen. Superleuk. Ik hou ook echt van de kleuren en het past zo mooi. Je kunt de kleuren nu bij lamplicht minder goed zien dan... natuurlijk bij daglicht, maar als de babykamer af is, ga ik natuurlijk nog een video ervan maken. Dan hebben jullie in ieder geval het behang gezien. Het is mooi, hè? Ik ben zo blij mee. Echt, Anne heeft dit ontworpen, mijn schoonzus. En ja, ik denk dat ik het in mijn webshop ga zetten. Niet nu meteen, maar het komt dus als je het zou willen
bestellen. Niet het behang, maar deze design. Als daar vraag naar is, dan zet ik het in mijn webshop. En dan, ja, weet je, dan kun je het gewoon downloaden. En dan kun je het zelf bestellen. Wij hebben het dus bij Photowall besteld. En dan de premium optie van papier, waardoor het niet glimt. En daar ben ik wel heel blij om, want je kunt het echt heel goed... Ja, het is gewoon prachtig. Ja, het ziet er zo strak uit. Ik vind het echt mooi. Maar wil je zeggen dat ik dan al de looks heb? Dat ik niet ook en slim kan zijn en knap? Ah ja. Goedemorgen, het is zondag. Vannacht is er een verkoudheidje begonnen in mijn neus. Dus ik heb meteen een afspraak gemaakt. Want ik zou morgen moeten vaccineren. Maar ja, als ik corona heb, dan mag dat natuurlijk niet. Dus ik heb snel een afspraak gemaakt. Ik ga daar nu eventjes heen. Ja, hopen dat ik geen corona heb natuurlijk, want dat zou wel erg zijn. Het is maandag. Mijn coronatest was negatief. Dus we kunnen ons laten vaccineren. En dat betekent dat ik dan wat antistoffen meegeef aan die kleine voor corona. Dat leek me toch wel de beste optie. Dus dat ga ik nu doen. Yes, eventjes een clipje om deze vlog af te sluiten. Ik had de test was negatief. Ik ben nog een beetje verkouden, maar niet heel erg. En de booster heb ik inmiddels 2 dagen in mijn arm. En voelde niet echt heel veel van. Geen last van opgezette klieren, terwijl ik dat bij mijn eerste vaccinatie wel had. Maar wel een beetje stijf arm, maar niet... Ja, echt heel minimaal. Dus ik ben heel blij dat ik hem genomen heb en dat ik er weinig last van heb. Ik ben wel moe, maar dat kan ook komen omdat ik het gewoon enorm druk heb. En dat heb ik niet echt benoemd in de vlogs, maar je ziet wel dat ik druk heen en weer aan het gaan ben. Wat ik in de vlog laat zien is natuurlijk wat ik naast het streamen doe. Dus je kunt je voorstellen dat met de streams erbij dat het een drukke bedoeling wordt. Maar dat is helemaal niet erg. Ik vind het heel leuk. Maar ik merk wel dat ik een beetje moe ben. En dat ik uitkijk naar mijn verlof. Wat nog 2 weken duurt voordat ik verlof heb. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze vlog. Ik vond het een superleuke vlog om te maken. Ik heb genoten van het editen. En ik wens jullie een hele fijne week. En ik zie jullie volgende week donderdag. Dan komen altijd mijn vlogs. En wie weet op maandag een extra video. Die komen altijd om 11 uur. Mijn extra video's op maandag. En op donderdag om 11 uur de vlogs. Dus dan weet je hoe de vork in de steel steekt.